wat er vooraf ging in de vorige King Wars. Maar goed, een knal. Sam, ben je weer aan het experimenteren hier? 3, 2, 1, sla het ijs! Jij gaat sterven! En zo werd Kaldrog ten val gebracht. Maar in Andaliaan is niet zomaar verslagen. De elementen der natuur bieden hen geen pijn. Dit is nog niet het einde van Kaldrog. Ik ben woedend! Lieve donderleeuw! Nog maar tot ik klaar ben met jou! Dit is nog niet het einde. Hera zal vallen onder mijn hand. Wacht maar, Leon. Wacht maar tot ik jou in mijn handen heb. En zo keerde Kaldrog terug naar het domein. Dat Razor ondertussen had veroverd. Waar de elfen onder hypnose waren gebracht. Gegroet, commandant Blackshift. Je hebt het jezelf comfortabel gemaakt. Zeker, generaal. Alles is verlopen volgens plan. Alleen was u wel heel lang weg. Het zwaard is gesmeden. Dit is een gevaar voor Andal. Niet alleen Leon is een gevaar voor Andal. De andere wapens staan ook op het punt gevonden te worden. We moeten nu handelen. Stuur een bericht naar Yaro. Dat hij Delrond zo snel mogelijk het zuiden moet laten innemen. Zodat we kapitein Meinert van twee kanten kunnen aanvallen. Al te graag, heer. En wat heb jij hier in de tussentijd uitgespookt? Ik heb de elfen aan het werk gezet. Ze zijn geweldige pionnen in mijn spel. Mijn spel zul je bedoelen. Die bogen van ze. Ze zullen goed dienen voor het leger van Andal. Uiteraard, heer. Ze zijn al onderweg met een bataljon orks die richting Morgana gaat om daar de boel over te nemen. Het zal niet meer lang duren en Andal overheerst de wereld. Dus, wat is dit rare ding? Hier in de hal. Volgt u mij, dan zal ik laten zien wat voor geweldige machine ik heb gemaakt. Deze machine zorgt ervoor dat alle wezens in de nabije omgeving onder mijn, uw bevel komen te staan. Geweldig! Dit houdt ze wel in toon. Je hebt zelfs hertog Sam gevangen genomen. De zwakste schakel, natuurlijk, ja. En de rest van de elfen? Is Demian onder deze zogenaamde hypnose? Helaas, hij toont te veel verzet. Binnenkort zal ook hij vallen. Binnenkort? Ik wil dat hij nu gaat vallen. Valdir, wat doe jij hier? Zo. Kaldrog is veranderd in een aangebrande tomaat. Dit zijn jouw zaken niet! Opgerot uit mijn land! Sorry, Kaldrog. Moet je eens naar jezelf luisteren. Je doet net alsof jij een hogere rang hebt dan mij. Het zal niet lang meer duren. En dan ben ik de rechterhand van de keizer. Ja, juist. Maar ik hoor dat je een bataljon orks richting Van Baden hebt gestuurd. Dat was ik, Valdir. Ze kunnen er ieder moment zijn. Goed. Dan zal ik ze maar onder mijn hoede nemen. En dan zal ik eens kapitein Meinert laten zien wat Kaldrog niet kon bij koning Leon. Jij vieze! Opgerot met jou!
Vaarwel, Kaldrok.